Yo mensen, kon op Games, Epic Gamers hier. En vandaag gaan we weer verder met Luigi's Mansion. Dus we gaan weer lekker verder. Je kunt ook op een snellere manier naar het begin, dus hier wegkomen. Dus laten we dat doen. Oh my god. En toen waren we hier. Yep, dat is best wel fucking cool, dat weet ik. Maar oké. In de vorige aflevering hebben we de sleutel gekregen. Voor deze deur. Dus. Laten we die maar doen ook. Maar wacht. Nou, dat kunnen we zien. Ach ja, je kunt zeggen wat je wil, maar het was wel een lekker nummertje. Laten we deze deur openmaken. En beginnen. Eén leuk ding aan deze kamer. Deze kamer bevat, deze hal bevat nepdeuren. Als je die opent, dan ben je fucked. Hoe kun je die nepdeuren niet zien? Simpel, ga in je Game Boy Horror en kijk welke deuren wel echt zijn en welke deuren niet echt zijn. Deze is echt. Nou, en daar hebben we de eerste. Nou. En dan moest je... Auw. Nou, oh, gezellig. Nou, oh, ik weet al... Wie dat deed. Kom hier. Moest je nog iets volgen staan of zo? Dan deed hij het. Auw, godver. Volgens mij was het zoiets. Ik weet het ook allemaal niet meer. Mario! Nou, ik weet het weer. Ik moet hem laten lezen. Gaat hij gapen. En dan kun je hem pakken. En we hebben hem. En ik ben wat kleiner zoals je ziet. Omdat ik een slechte mushroom oppakte. Maar ja, we hebben hem gepakt. Dus nu open de kist en we krijgen een sleutel. Awesome.
Kunnen we gaan kijken. Nou, die sleutel is voor die kamer. Het is wel het einde van de gang. Nee, ik wil geen boekjes lezen. Nee, hier ligt in ieder geval niks. Dus gaan we gewoon verder de gang in. Nou ja, met deze deur. En is een andere kamer. En als je goed kijkt, zit hier de geest. Dus wat doen we? Ah, die weg. Ik heb het alweer vernuikt. Nou, dan pakken we deze ook gewoon. Nee, ik ben hier echt niet goed in. Maar ik verlies je wel mijn geld, godverdomme. Zo, hoppakee. Get wrecked. Nou. We hebben het ook weer gehad. Nu weer klaar mee zijn, gaan we nog even een beetje rondneuzen. Monies. Nee, er ligt allemaal niks. Dus laten we de kist openmaken. Nog een sleutel. Awesome. En die is voor die kamer. Dus laten we dan toe gaan. No, my god. En dan zijn we hier in de kinderkamer. En wat gaan we hier doen? Nou. Hoppakee. Ik schiet gewoon de bal naar het kind toe. En we hebben zelfs een beetje LSD ingenomen. En waarschijnlijk ook 300 jointjes gerookt, want godverdomme, dit trept hem. Oh, ja. Ja, er kan er ook nog wel bij. Oh, welke LSD ga je op, Luigi? Tering, hè? En de baby is gigantisch geworden. Godverdomme, Luigi. Hoe doe ik dit toch? Nou, let's do this. Boss battle! Oh, en uiteraard rondjes. En hij deed een klein beetje Superman aan. Peter 16. Ah, you can get me. You cannot get me. Oh, 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 bijna. Maar dan niet helemaal, kon je kal. Oh, oh, auw. En dan schiet je hem naar hem toe. Nou, ik faal hier een beetje in, dus ja. Maar hij doet het even. Wat jong hier. Oh, ja. Yeah. En hij gaat de worm doen, maar hij faalt er een beetje in.
toch jongen, hou toch je mond. Hoppakee. Kom voor me staan. Ah. Ja, en de gigantische ballen zijn er weer, dus gaan we weer met ballen spelen. Hé hey, jongen, bal tegen Baks. En nou ga ik een kind opzuigen. Tenminste, ik ga een kind zuigen. Dat klinkt zo fout. Ja, wat jongen, gaan we weer janken, kutkind. Kom dan, hier, kom dan. Ik zuig je op, jongen. Hier met jou, hier, hier. Ik zie dat je die achtergrond is, tript hem echt hard. Kom dan. Oh, can't touch me. Can't touch me. Nope. Nou, de ballen zijn er weer. We gaan met gigantische ballen spelen. Hop, hey, kijk goed hè. Bal tegen bakjes. Ja, godverdomme. Ja, dat kan je gewoon opzuigen, maar dat kan niet. Ik kom van plan aan, bij Boer Haam. Ik kom van disco. Ja, het was best wel gezellig in disco. Een grote baby. De baby was opeens gigantisch. We hebben een beetje LSD op, toen gingen we opeens verder met de baby. Ja, bij Boer Haam. Ik kom van disco. En ik hou ook van disco. Oh, dubbel. Can't touch me. Oh, en de ballen zijn er weg. Oh, too much balls. Hey, goed kijken. Bakjes. En we hebben hem. GG get wrecked. 360 no scope. 420 blazed. Nou, nu is de kerst. En we hebben een fucking grote hartjesleutel. Want ja, zo rollen wij. Oh, oh, ja, ja. Oh yeah. Ja. Flauw. Nou, daar gaan we. En we did it. Neville, Lydia en Chauncey. Nou, we hebben het allemaal gedaan. Dus ja, nou, we hebben 3 geestjes gevangen. We hebben fucking veel geld. Dit skip ik even allemaal. Nou, we hebben al fucking veel geld in ieder geval. En we gaan direct save.
En dan bedank jullie hier voor het kijken. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer als je nog meer van deze video's willen. En dan zeg ik tegen jullie, laters.